Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van amateurvissen.nl. Ik zit hier aan de vijver met de enige echte Jurgen en we zouden eigenlijk gaan feederen, maar Jurgen en de snoekhengel bezig. En ik kreeg net beter, te maken een mooie Dead Bait Diaries van een Jurgen special, hè? Ja. Dus ja, we gaan eens even kijken. Ik weet niet of hier überhaupt snoek zit of dat, hier, of dat we hier iets kunnen vangen. Er komt natuurlijk nu een dik vliegtuig weer over. Maar ja, het is wel koud. En ik zit met de feeder nog een beetje te peuteren, maar er gebeurt niet zoveel op. Dus kijken of we er een snoekaflevering van kunnen maken. We zullen er wat mee maken. Nou, Jurgen die zit hier lekker te snoeken. We zitten de feeder aan te snoeken, alleen ja, het feeder is niks. Ik kreeg net beter aan de snoek, hengel. Mijn voren eraan, ik heb mijn vorentje meegenomen. Kijk, ze liggen. Oh, mooi, ja. Ik ga ze niet groter mee, dus ze zijn wel vrij kleintjes. Nou, dat zijn we goed, hè? Een dobbel eraan, hè? Ja, een dobbeltje eraan, dat ik op een meter diep sta mag. En het is ongeveer 2,22 diep hier, ongeveer. Stukken 2,5 meter, maar ja, daar hou je niet meer gooien. En ik weet dat er snoek zit. Ik heb in het verleden wel snoeken gevangen. Ja, dat is lang geleden. Zit er veel snoek op, of weet je niet? Ja, ze hebben van de sportvisserij in Nederland een keer hier wel eens een trek gedaan. In onderzoek zaten er behoorlijk weinig. Maar allemaal 80, 85, dan is het wel op. Ja, oké. Okay. Ja, dat is jaren geleden. Ja, en ik heb ook wat snoek ooit uitgezet hier. Voor ons dat sierwater, weet je wel, toen het bijna droog stond. Heb ik hier ook een stuk 6, 7 op gegooid van dingen van een halve meter. Dus ja, die moeten wel gegroeid zijn. Dus we gaan het zien. Laat meemaken. Ja. Je hebt hem, ja. Oh! Ja, wat? Pak die. Dat is een goeie. Ik heb er een handdoek bij. Dat is een goeie, hè? Een hele goeie. Ik heb een handdoek en alles bij, hè? Ja, maar ik heb geen schep net bij. Schep net heb ik. Oh ja, is niet zo groot. Wat je? Dat is een goeie. Dat is een goeie, ja. Wat verdomme, joh. Hey, Bert. Ja, een grote. Gaat over de meter. Gaat over de meter, Tom. Denk je? Ja, ik heb hem al gezien. Kijk eens. Ja, is goed, ja. Kijk eens. Lekker man, of niet? Feeder Friday. Ja, Feeder Friday. Punt gaf getekend. Ja, die mag je nooit gevangen, hè? Nee, nee. Ik ben feeder op en draaien. Dat is bizar, hij is een bak vis en dan pakt hij deze. Ja, vorentjes. Ja. Ja. Omdat er geen kleine vis op zit. Oh, is dat geen kleine vis op? Mijn eigen hengel in de gaten gewoon. Nou, dat duurde nog geen 5 minuten. Ik gooi hem hier vuur in, langs het kantje. Langs mijn vierderhengel. En klop, zit hij meteen. Dus ik zeg tegen Tom, ik heb beet. Een hele mooie snoek, echt een hele dikke. Ik heb hem niet gemeten, maar hij was net geen meter. Maar wel punt gaaf. Ik denk 95 zo'n beetje. Dus ik heb hem weer terug ingegooid, dus we gaan het zien. Vandaag ga ik zijn bakje koffie rollen met de kantine, want ik heb mijn koffie vergeten. Dus ja, misschien de tommeldag eentje vangt. Dat weet ik maar nooit hè, als ik weg ben. Dus we, ja, het valt niet tegen. 5 minuutjes, 1 vis. Trek je hard, jongen. Dan ben ik gaan snoeken. Ja, dan ben ik kunnen gaan snoeken, ja. Nou, nou. Hang er net vast, hè. Pas op, hè, jongen. Ik ga hem niet aan zorgen. Nou, jongens, ik ben... Ik heb beet. Heb je nog weer beet? Ik heb beet. Kijk op welke tonde. Hebben we beet? Ik heb beet midden aan de plak. Ik wil een tussenstuk opnemen, hè. Jurgen heeft wel beet. Midden op de plas. Ja, jongen. Hij is weer beet. Ja, weer beet. Ja. Ah, jongen. Ja, ik wacht. Nee. Ja, wacht maar. Maar niet te lang. Jawel. Midden op de plak. Ja. Ja. Adam. Oh, een kleintje. Kleintje. Hij is eraf. Oh, jammer. Hij is eraf. Hij is eraf. Jammer. Oh, kijk hier die vis. Hele vis aan de kloten, ja. Dat is een kloten geweest. Ja. Ah, dat is jammer, jongens. Ja. Oh,
zit even tussentuk opnemen, want Jurgen die was net even koffie halen en ik was even op zijn hengel te letten en ik haal een vis binnen. En nu staan we tussentuk op te nemen. Hè? Oh, nou was weer beet. Ik heb hem nog ingegooid. Weer, de helft. Weer beet, man. Dat is niet normaal. Ja, Tom wou even vertellen. Tom heeft er ook een gevangen. Ik heb er net ook eentje gevangen, dus... Ik ben even koffie halen en een keer zo ook hem roepen, Jurgen. Niet normaal. Ja, en nu krijg ik de derde beter, dus misschien wat je nog dadelijk. Ik bal, ik mis nu eigenlijk niet meer. Op zondag hadden we niet verwacht, hè. Nee. Ik even nog in het hoekje proberen daar. Daar zit een pijp. Er staat een verbinding met de Zuid-Willevaart, hier de vijver. En daar zit een pijp onder de grond door. Met een soort sluisje en een schuif en dan... Okay. Komt er vers water in en daar meestal ligt al wel vis voor. Ja. Dus ik ga hem daar niet eens proberen. Maar ja, we hebben twee snoeken. Ja, nou, eentje even live eraf. Ja, jammer. Ja. Jammer. Maar goed. Mijn vis is helemaal aan de groezelementen. Dus ja, dat zou. Ik ga een nieuwe vis eraan doen. Niet normaal, jongens. Ja. Oeh! Oh, wat een mooie, joh. Oeh! Wat een mooie zilveren perl. Dat is een grote. Oh, dat is een dikke, hoor. Oh, die hengel. Moet dat bij die... Ja, hier. Oh, hier kunnen we ook de hel eruit halen. Dikke zware vis bij, joh. Goh! Moddervet! Aparte kleur! Ja! Oh, dikke kop! Oh, jeugd! Oh, dat gaat eraf! Shit! Terug! Oh, dat was een dikke, maat, hè? Dat was een dikke, hè? Dat was de grootste! Ja, jongens, ik heb mijn feeder spullen opgeruimd. En Jurgen die is in de auto gesprongen. Die schoot hier net langs. Die is als een gek nog een snoekhengel halen en nog wat diepvriesvorens, want die zijn eigenlijk bijna op. En ja, we even kijken of we een mooie snoekvideo van gaan maken, want de snoeken zijn best wel los. Al wat aanbeten gehad. Dus ja, dat is eigenlijk niet verkeerd. Dus ja, de vier spullen allemaal mooi in de tassen stoppen, alles mooi een beetje in het opruimen en dan... Kijken wanneer Jurgen terugkomt, dan kunnen we weer verder met snoeken. Je moet improviseren, hè? Dat is zeker. Je moet improviseren. Snelle jongen die Jurgen. Maar even met 180. Met 180 naar huis geknald of zo. Hij is kapot, zegt hij. Ja, goed zo. Top. Ja. Het is goed weer. Lekker. Heerlijk. Wind stil, dat is altijd fijn, hè. Bij of jouw wind stil niet, maar bijna geen wind. Hier al. Snotbolletje. Snotsnus weer. Heerlijk, geel of rood? Maakt niet uit. Geel, prima. Een gele. Een gele slecht. Dat is gamloot. Ja, ik heb vlug allemaal uit de schuur gehaald. Dan moet ik even een spoedje maken. Spoedje, ja. 35 gram door, 30 gram lood. En ik ga even een balkje eraan hangen, dan slaat de knoop niet kapot. Door de aasvierderen, hoppa. Ja, je moet altijd alles bij hebben, hè. Kijk, als je het ene niet doet, dan moet het... Ja, dat was wel een goeie om die mee te nemen. Samen niks, samen een blank. Ja, panko blanco. Ja, panko blanco, maar blanco nooit. Vangen altijd, hè. Ja. Hop. Onderlijn eraan weer. Vis eraan, haken eraan, rammelen. Ja, vis eraan, haken eraan, rammelen. Maar daar in die hoek proberen. Ja, jij wilt natuurlijk die dikke vangen. Ja. Snap ik, gun hem je jongen, dat weet hè. Ja, ik gun hem je ook, dat weet ook. Dat weet ook. Kabelvis gaan aan de overkant, zie ik. Ja. Hop. Hoppakee. Montage maken, zit die echt vlug. Even hoppa. Ik had hem niet, ik had hem op ongeveer op 1,20 meter hiken staan. Oké, okay, ja, dat is zoiets hè. Slapjes. Haakje. Een hurksje. Oh, een hele. Grote vis of een kleine vis? Oh, man, je kleine. Dat is een limited edition vis. Limited edition vis, yes, thank you. Vis erop. Yes. Ja. Ja, Jurg, beet. Hij komt er boven, laat hem weer los. Hij laat hem weer los. Wacht maar even.
Ik had dit. Ik wil even die camera komen pakken, maar... Die kennen we niet. Ja, dat denk ik, ja. Ik had er nog geen 10 seconden uitleggen of ik zat er al in en aan. Echt, het ging heel snel. Dan kijken of we nog een keer een kunnen pakken. Ik heb een gele dobbel eraan, is goed te zien. Spannend dit. Ja, ja. 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 Nou, niet zo'n hele dikke denk ik, maar. Dit is het wel, hè. Oh, moet ik zeggen. Kleintje, denk ik. Ja, heel langzaam, ja. Ja, meestal wel, ja. Oh, oh. Oeh, een dikke man. Dat zijn de betere vissen, ja. Ja, ja. Hoi. Niet meer, wel een... Nee, die heeft wel een... Nee? Nee, ja. Nee, die wel veel groter. Ja, die was groter, ja. Dat is ook een mooie. Zeker. Hij gaat nog. Ja, die gaat nog, ja. Hij is wel dik. Oh, wat een dikke. Hij gaat nog. Hij gaat springen. Ja, ja. Hij gaat omlaag. Oh, een slome, trage, lome vis. Ja, ja, echt wel. Wel een dikke. Ja, een dikke, ja. Zware vis, ook lekker. Ja, ja, ik heb ze. Ja, ja. Jongens, ik sta helemaal te shaken. Kijk eens mijn handen, vol met bloed. Lululul, kleur van succes. Ik zit er te kijken naar de dobber. Poem, 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 poem. Ik denk, dat is beter. Ik denk, kleintje. Dus ik trek hem aan. Ik denk, ik voelde nog niet echt heel groot. Ik denk, mooi. Zo'n 70 of zo. Maar wat zou die zijn geweest? 85, 90? Nou, zeker dik over de 90. Dik over de 90, met een enorme hij liep dikke pens. Ja. Hij liep heel traag weg. Ja, heel traag liep hij weg. En ja, dat was wel de dikste van de dag. Uh-huh. Ja, die van jou die was dikker die er net aan ja, had. Was, ja, ik heb hier net een vis ook gelost, non, die staat op beeld. Hè. Ja, hij staat ook op beeld, ja. Af, ik had hem al even aan. Ja. Nou, dat was de grootste. Die was dik over de meter. Dik over de meter en ook enorm dik. Ja, een hele bult achter zijn, of achter zijn nek, hè. Zijn hele dikke nek had hij ja. Achter zijn kop. Ja. Maar ja, die ging eraf. Kut, ik denk hij hangt goed vast. Ik laat hem nog een keer gooien, want we hebben niks bij. Ja. We moeten alles met het handje vatten, hè. Ja, dat is jammer, dus ik denk, ja. Ik laat hem nog een keertje gooien, dan is hij wel rustiger, maar helaas. Helaas. 6 aanbeten gehad en we hebben nu... We hebben nou... Drie gevangen, ja. En jij nog in de mis, ik nog in de draf. Ja. Valt niks tegen. Had me niet verwacht. Waar is hij? Hij doet nog eens boven. Ja, ja, ja. Ja, ja, die had hem. Ik heb beet, maat. Oh, wij van beet. Nee, maar net in de nieuwe. Ja, rustig aan, hè. Rustig aan. Ik ga even ophangen. Ja, hij is weg, jongen. Hey. Hij is boven. Hij blijft bovenin zwemmen, zie je dat? Ja. Kleintje. Vis! Misschien kleintje. Goeie. Hey. En jongen? Ja. Een goeie. Ja? Ja, is een goeie. Alweer? Ja. Moeilijk aan het gewicht. Ja. Gewoon weer een 90 vis. Ja, echt? Ja. Een heel lomp gewicht hangt er weer aan. Ja. Ik kom wel heel makkelijk mee. Oké. Okay. Het doet niks. Daar, kijk eens. Oh, ik heb hem al gezien. En? Oh! Ja, een goeie. Een goeie. Oh, dikke snoek, maat. Ja, ja. Tom. Oh, oh, oh. Ja. Geen een 90er. Geen een 90er, maar wel weer een mooie. Een mooie. Punt gaaf, hè. Oh, oh, oh. Ik kan hem ook bodycam. Schoon, man. Oh. Ja. Zo'n mooie kleur, een dikke buik. Dik, weer een dikke buik, ja. Waarom hangen ze op je kop? Die jouwen ook al, hè? Ja. Je wil naar de diepte. Een duikboot. Een duikboot.
Even kijken naar een commentaar op de vorige video. Altijd leuk om even erin te bladeren. Dat was Dead by Diaries 22. Snoekvis in de Vrieskou. Samen met Leo. Viedervisser zegt, top video weer. Mooiste kanaal van Nederland. Ik heb veel aan je video's. Fijne kerst. En goed visjaar weer het nieuwe jaar. Ga ook veel op uit aankomend jaar met viederen. Goed zo. Keep on fishing, jongen. Dankjewel, Viedervisser. KB Fishing, leuke video weer, Tom. Hoor van meerdere mensen over het probleem met uitvallen met de GoPro. Daarom heb ik nog steeds bij de oude vertrouwde FDR X3000. Ja, die Sony's die zijn heel goed. Maar ik heb nu van die GoPro's. Iemand had anders had in dat commentaar gezegd dat er speciale batterijen te krijgen zijn voor de GoPro die beter werken in de kou. En verder heb ik er ook nog een powerbank aan hangen nu. Dan laat ik de GoPro gewoon aanstaan. Dan blijft hij een beetje warm. En ja, dan ga ik kijken of dat werkt. Maar ja, die Sony's die zijn in ieder geval wat betrouwbaarder. Menno van Dorp, superleuke video's altijd, maar voor dank. Graag gedaan, jongen. Tip, je kan ook met een injectiespuit zeg maar het duwgedeelte uit het reservoir trekken en dan gewoon vullen met olie om vervolgens dat duwgedeelte er weer op te zetten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat snap ik. Het trekken met die naald vind ik altijd zo'n gekut. Ja, dat is eigenlijk een hele goeie, heb ik er nooit bij stilgestaan. Je kunt de achterkant van die injectiekanaal eruit trekken natuurlijk en dan gewoon daar die inspuiten. Goeie tip, echt goede tip. Jordino zegt, Rico zegt, wat een vette muziek heb je onder Tom. Ja jongen, metal for the win. Jordino 112 zegt, fijne dagen, dat er nog maar veel video's mogen komen. Jazeker. Notchization zegt, vis je niet meer met de belly Tom? Ja, ik ben er lang niet meer geweest. Wordt eigenlijk wel weer eens tijd om met de belly op pad te gaan. Gaat er nog wel een keer gebeuren hoor. Ik denk deze winter nog wel. Dan de lange, fantastische video weer. Heel veel video's nog opnemen, zeker. Willem Delis, je reacties zijn heel herkenbaar. Ja, Nino Bok, wat een geweldige video. Ik ga ook doodazen. Met een vriend op het kanaal, goed bezig. Goed bezig jongens, en als laatste. Keuren de 100 zegt van welk merk is de rood-witte verklikker op de lijn AUB? Die is, ik weet niet welk merk, volgens mij X2. En ik heb die ook bij Raven gekocht. En mensen zitten altijd wel een beetje te moppen over die beetverklikkers. Want ja, die blijven aan de lijn hangen, dan moet je eraf halen. Dat is een geklooi allemaal. Maar voor mij is dat een beetje nostalgie. Daar wist ik vroeger ook altijd mee. Dus tja, nostalgie is ook belangrijk. Dus nou jongens, leuk dat jullie weer keken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik wens jullie het allerbeste voor volgend jaar. En ja, maak er een mooi jaar van. Hopelijk is het weer een beetje een normaal jaar volgend jaar. De afgelopen 2 jaar was natuurlijk helemaal niks. Maar nou ja, ik wens jullie in ieder geval wat jullie mij ook wensen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Keep on fishing.